staat te wachten op Nicky en Nicky is hier. Volgens mij moeten we over 10 minuten in de trein. Dat wordt ook weer spannend, want ze is hier over 9 minuten. It's a beautiful day and the sun is... Nou, ook best wel een beetje shining eigenlijk. Nee, is verkeerd. Het heeft gesneeuwd, lieve mensen. Ja, 2 dagen lang. Iedereen in een complete paniek. En mezelf kan hoor, nou hou eens op. Als ze in Friesland de koelkast opentrekken, heeft iedereen er meteen over de Elfstedentocht. Maar het begint weer een beetje te ontdooien. Het gaat regenen vandaag, dus het wordt allemaal blubber. En dan zal je schoenen weer compleet naar beneden eten. Vandaag is een leuke dag, want ik ga vandaag naar Euro Disney. Parijs. Heel veel zin in. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet echt zo'n pretpark fan. Maar vandaag is het leuk, want Nicky Plessen, die organiseert haar modeshow vanavond in Parijs. Ja, doe je dat toch? En ze heeft een leuke samenwerking met, dat is zo'n leuke zin, met Donald Duck. Dus daar heb ik al zin in. Vanavond is de show en dan 2 dagen nog park. Ik ga met niemand minder dan Nicky. Nicky de Jager, oftewel Nicky Tutorials. Dus ja, als je naar Nicky Plessen gaat, dan neem je een Nicky mee, toch? Dus het wordt denk ik wel leuk. Ik ga met de Thalys. Ik heb er heel veel zin in. Wat trek je aan? Ik ga black on black. Maar het schelen. Maar even mijn... kijk eens, mijn camping slippers. Ik ga even douchen. En dan... koffertje pakken. Koffertje pakken. Ik wacht op Nicky en Nicky is hier. Zie je dat? Daar. Ergens. Nou ja, she's moving. En volgens mij moeten we over 10 minuten in de trein. dat wordt ook weer spannend, want ze is hier over 9 minuten. Nou, van die dingen. Nou, we zijn inmiddels op het Centraal Station aangekomen. Dat wil zeggen, ik stond er al heel lang en deze meiden komen net aan. En Nick is er ook gezellig. Hup. Maar zeg je nou echt dat wij deze ballonnen mee moeten nemen? Ja, ze moeten heel erg bij Disney aankomen. Ja, weet je wat je tegen Nicky moet zeggen? Dat ze de eeuwige jeuk moet krijgen met de kutballonnen. Ik ga toch geen ballonnen meenemen? We gooien bij Brussel de deur open, Nick. Ja, en dan zelf ook. Weg. Ja. Heb je er zin in? Ga je vloggen nou? Jij gaat vloggen. Nee, heb je nou weer... Oh, jij moet weer een andere camera hebben. Hebben we die net gekocht? Ja, meer budget, hè? Blijf je nog wel op? Vieze, vuile, uitgenaste. Weet je, het gaat niet om de auto. Het gaat om de chauffeur, schat. Oh, ja. Ja. Ik had het recordenknopje niet ingedrukt. Ik spring er. Oké, maar luister schat, we hebben zelf een schoen aan. Ja. Beeldig, zitten lekker, maar ze zijn echt bloedhoeren koud, hè? Ja, maar mijn hele outfit is koud. Ja, maar moet je niet iets met warms? Ja, mijn hart is zo koud. Ja, dat is wel waar, er is niks van gelogen. Maar luister schat, we gaan dus vanavond naar de show van Nicky. Ja. En morgen gaan wij dus samen het park in. Nou, dat hoop ik wel. Toch? Maar ja. Ja. Je loopt naar Chanel. Hebben ze Chanel in Euro Disney? Nee. Dan gaan we gewoon naar Parijs. We kunnen ook naar Parijs gaan. Fuck it. Zullen we naar Parijs gaan? Ja? Ja! Wauw! Fuck it, we gaan naar Hotel Costa, dus alles. Nou, daar gaat Nicky. Nicky gaat alles vloggen. Dag, Nick. En nu gaat ze vloggen dat ze de roltrap oploopt. Ja, dan denk ik had ik het ook moeten doen. Misschien een gemiste kans, maar ja, dit ben ik. Dit is mijn vlog, moet je maar denken. Dus ik heb dit gedaan zo. Ja. Waar is die jongen? Voertuig 12. Hup, hup. Nicky moet toch altijd lachen om mijn Engels accent. Why? Why? I have to go to the toilet. Waarom eindigt alles in een naam? Because it's English. It's proper. Do you think that people would zijn ons zat aan het einde van de strip? Thank you. Oh, die little, yeah? Yes. Do you think they're my zat or they're your zat? No. Well. Well, I have to think about that. Je moet je ogen dicht doen. Oh, sorry. Ja. Yeah. Ogen dicht, blijf open. Ja. Oh, het richting Disneyland Parijs. Wat leuk. Heb je er ook even voor mij? Ja, je mag hem altijd lenen van me. Als er een lekkere vent komt. Oh meiden, wat gezellig nou. Hoi.
Heb je nou iets, wat zei ik over mijn vlogkunsten? Dat je dat maar eenmaal nog in het jaar... Nee, ik doe het maar één keer. Ik doe het maar af en toe. Als ik leuk, als ik iets leuks heb, dan heb ik heel weinig. Ik ben heel exclusief. Hebben jullie er zin in, meiden? Ja, heel erg. Ja, hè? Ja. Monica, ja. Jullie waren wat eten aan het zoeken. Nou, gevonden. Ja. Ik ben helemaal Sonja Bakker om toe, jongens. Ik kan net gaan eten, maar... Wil je nog? Nee. Een chocolaatje. Krijg een... Oh ja, zie je dat? Ze heeft ineens die glow op de huid, van die wortels. Ja. Ik helemaal... Nou, 1, 2, 3, ik ben nog steeds dik. Doei. Ik ben nu in het Disney Hotel. Nou, ik hoop niet dat, dat ik vanavond gillend wakker word van het... Maar het is toch wel enig. En dit muziekje. Dat moet uit. Hoe gaan we dit uitdoen? Welkom Fred Valeer, is altijd leuk. Zo'n private... Maar hoe in hemelsnaam krijg je... Hallo? Is er iemand die weet hoe dit werkt? Nee, dat werkt niet. Ik ga het even proberen. Wat is dit? Ah! Dat heb ik nodig. Nou, dit is het geworden, lieve mensen. Ik kan namelijk niet zonder een spijkerbroekje. En ja, ondanks ik Sonja Bakker, het zit net even te strak bij mijn boordje. Dus dat. Oh, en deze spiegel. Ik hou er toch van. Kijk, dan die 27. Maar zei ik helemaal niet op sneeuwwitje, maar dat maakt niet uit. Misschien is het wel een hele andere as. Is misschien als assenpost wel, die had gewoon zin in 7 dwergen. Nou, dat is dat. Ik ga nu, het is een uurtje nog. Dus ik ga even Nikki en Monica even gedag zeggen. Die dingen. Dus ik neem die kutcamera maar mee. Leuk. Oké, dus ik zit nu lekker bij Nikki op de camera. Nikki is even aan het make-uppen. Even maar. Nou, ik vind dat je er echt nu al heel mooi uitziet. Nou, deze gaan natuurlijk straks aan. Maar wist jij, heb jij geweten dat Mickey Mouse maar 4 vingers had? Helemaal Tineke de Nooi alles, joh. Echt maar 4? Ja, die heeft er maar 4. Ja, die andere hand ook. Tineke de Nooi heeft er 9, maar... Mickey heeft er maar 8. Dan ben je die ander al kwijt. Nou ja, whatever. Dus dit is het outfit van Nick. Kijk hoe beeldig. Ik hou ervan. Paillet. En nou, we zitten aan de wijn. Een heel straf wijntje om eerlijk te zijn. Sippy erbij. Sippy erbij. Schat, het is helemaal top nou joh. Nou, lieve mensen, dit was Parijs. Dat wil zeggen, dit was Euro Disney. Wat hebben we ervan gezien, Nick? Ja, deze kamer. Ze zijn echt heel apart niet op geweest. Maar we gaan er eerder weg, want we gaan nu richting Paris. Dag du Nord. Dan nemen we een Ubertje. En dan gaan we slapen in Hotel Castille. En dan gaan we lekker shoppen. En dan gaan we straks lekker eten bij Hotel Costes. En daar heb ik heel erg veel zin in, want Parijs is altijd een goed idee. Wat jij? Schiet op! Schiet op! We moeten de trein gaan! Inmiddels zijn we Disneyland ontvlucht. En we hebben nu een heerlijk onderkomen. Kijk. Wie is dit? Raad wie er staat. Nee, we zitten nu in Hotel Castille in Parijs. En dan gaan we lekker even ons opknappen. En dan gaan we straks en route. En waar gaan we heen? We gaan naar Hotel Costes. Vind ik de allerleukste plek in Parijs. En misschien gaan we nog even naar de Eiffel Tower, hè baby? Maar ja,
Maar ja. Ik heb ik ook op mijn wangen gezeten. Ja, schat, jij bent één Eiffeltoren. Kanonne. Schat, je shine. Het is nooit van tevoren. Oh, wat heerlijk. In? Ja. Oh. Hoe? Kom je ook nog binnen? Oh, wat een heerlijke kamer, meid. Wat een lekkere kamer. Ja, schat. Oh, kijk, ik ga hier vanavond al mijn brieven en aanzichtkaarten schrijven naar mijn vrienden dat ik in Parijs ben. Ja, oh, dat is wel een lekker. Als ik even je zat ben, ga ik even in de lounge zitten. Oh, oké. Oh, wel lekker bedje hoor. Ik beweeg ook zo weinig. Kijk, ik vind het wel echt serieus een heerlijke kamer. Ik vind het weinig sfeerbeeldmateriaal. Maar laten we even kijken. Ik ga even kijken in de kast. Daar ben ik heel goed in. Auw, mijn vingers. Auw. Hij wordt je meteen terug. Nou, prima, hartstikke goede huis. Ik ga hier blijven. Oh, dat is wel een heel klein badkamertje. Maar wel beeldig. Prima. Naschen. Kijk, dit is zo lekker. Alles van hetero, ik hou ervan. Echt, thank you so much, sir. Yes. My gloves, because it's winter, right? Very important, yeah. Very important. Thank you so much, sir. Thank you, bye bye. Nou jongens, we doen even de after hier. We hebben echt super lekker gegeten. We hebben dus niet gevlogd, sorry, want ja, we wilden gewoon lekker eten met z'n tweeën. En we waren met Bas en Nicolette ook nog even. Het was echt super lekker in Kostes. En nu kwamen we dus in het hotel. Nou, dus had ik gevraagd. Nou, 100 keer gebeld. Ze namen nu op, ze zijn naar beneden gaan. En ze zeggen, mag ik een wodkaatje? Nou, dan krijg je absoluut. Nou, als ik één ding absoluut niet lekker vind, is het absoluut wodka. Ik ben gewoon echt gewend kreng. Ik hou van de Belvedere. Of nou ja, whatever, alles behalve absoluut. Maar oké, dit is wat ze hebben. Ze hadden verder geen sterke drank om te bestellen. Dus ben ik naar beneden gegaan. Ik zeg, heb je dan appelsap? Nee, dat hadden ze niet. Maar ze hadden dus cranberry sap. Dus kwamen ze met zo'n glaasje cranberry sap. We zijn met z'n tweeën. Dus ik zeg, nou, geef dan nog een cranberry. Toen kwam hij met nog zo'n glas aan. Dan ik zeg, dan wil ik gewoon een karaf. Nou, die karaf kwam. Nou, moeten jullie raden wat die kostte. Wat kostte die? Ik zei dus 4 euro. Want een bakje is 2 euro. Ja, een bakje cranberries is 2 euro. Dus je pers het uit. Nou, je zit in een hotel. Zegt het 10. 40 euro voor die fles. Ik kan, weet je, zwaar. Als het een lekker hotel is. Het is ook een prachtig hotel. We hebben een upgrade gekregen. We zitten hier in de huiskamer. We hebben daar nog 3, 4, 5 kamers. Met de bibliotheek en de zwembad. Alles erop en eraan. Is niet waar, maar is leuk voor het verhaal. Maar 40 euro voor deze cranberry. Maar schat, dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken. Drink maar op. Beetje jammer dit. Je had moeten zeggen, dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken. Drink maar op. Nou, het ging mis. Dus nou, we zijn dus in Parijs. We hebben echt super lekker gegeten gisteren. En nu zijn we even shoppen. Nou, het is heel goed geslaagd al. We zijn nog maar één winkel in geweest. En we staan nu bij, kijk deze, dit kunnen de Fransen toch als geen andere, hè? Kijk even, de Louis Vuitton shop. Maar kijk even hoe beeldig. Ons hotel zit hier om de hoek. En dit is gewoon echt een hele vette plek. I love it. Ik hou gewoon van Parijs. Parijs is altijd een goed idee. Het is mooi in de winter, mooi in de zomer. En hi baby, how are you? Are you vlogging? Jij vindt toch mijn... Vooral je kennis over Parijs is top. Mijn kennis over Parijs is top. Maar what do you think of my English accent? Nou, het is wel leuk dat elk woord zo eindigt. Oh yeah, bitch. Ik heb ook een winkel. Nou, we zijn dus in Parijs. En ik fuck elke keer de vlog van Nicky elke keer op. Nick, ben ik weer je vlog aan het verpesten of niet? Ja? Oh, jammer joh. Nou, we zijn dus, dat is altijd zo leuk. Ik snap dit nooit. Kijk, het is heel mooi als je er live bent. Maar om nou sfeerbeelden te laten zien, ja. Nou, dit is dus een... Oh, even kijken. Mooi wel, maar ja.
Dus dit is mijn vlog. Leuk, hè? Oh, ik ben ook moe. We moeten zo weg. Ja, het is 2:30. We moeten eigenlijk even lunchen en dan gaan we weer terug naar het hotel. Want we moeten de Thalys van 5:30 hebben. Ja, van die dingen, dat is fijn. Dit is echt zo corny, dit. Maar ja, en ik ben ook misselijk nu, want ik heb gedronken. Dus. Nou, dat is fijn.